Goedenavond, zondag 1 juni. Kijkt u naar het nieuws in Zeeland. Bij voedingsmiddelenproducent Cargill in Sas van Gent heeft vanmorgen vroeg een zeer grote brand gewoed. In een magazijn waar zetmeel lag opgeslagen, sloegen de vlammen metershoog uit het dak. De rookpluim was in de wijde omgeving te zien. Op de plek van de brand lagen geen chemische stoffen. In de rook zijn ook geen schadelijke stoffen gemeten. Wel moesten mensen in Sas van Gent uit voorzorg ramen en deuren tijdelijk gesloten houden. Het vuur was rond 7:15 onder controle. De brandweer is nog heel de dag bezig geweest met nablussen. Niemand raakte bij de brand gewond. Personeel dat aan het werk was, kon tijdig wegkomen. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de brand. Ook is nog niet bekend hoe groot de schade is en wat de gevolgen zijn voor het bedrijf. Een 36-jarige fietser is overleden door een ongeluk gisteravond in Terneuzen. De man werd op de kruising van de Guido Gezellenstraat met de Oude Vaart geschept door een auto en enkele meters meegesleurd. Met ernstige verwondingen is hij naar het ziekenhuis in Gent gebracht. De politie meldt dat de Terneuzenaar daar is overleden. De kerk in Groede was vandaag het decor van duurzaam voedsel. Lezingen en een aantal kraampjes boden verschillende lekkernijen aan van voornamelijk duurzame groenten. Visdraad met een heerlijke vinaigrette. De sprinkhaan met ook weer een beetje visdraad uit Ierseke. Een quiche van pompoen. Een zeewier hamburger. En een heerlijk mosterdsoepje. Het stond echt heel erg lekker. Ja. Waar smaakte het naar? Het is een wier en het is dus een groente. En die is natuurlijk net als met andere groentes uit het Zilte. Alleen deze is heel verfijnd. Dus is heel dun. Door die dunne sprietjes maakt het de smaak heel intens. Duurzaam eten heeft vaak het label van duur. Maar dat is volgens de organisatie niet gek. Dat heeft natuurlijk enerzijds te maken dat maar 5% van de mensen op dit moment van die mogelijkheid gebruik maken. En natuurlijk als de hoeveelheid mensen die dat doet groter wordt, dan wordt het transport, die dus al klein is, bijdrage bijvoorbeeld veel kleiner. De eerste slokje vind ik nog niet zo lekker. Je moet er wel aan wennen, denk ik. Uniek, nooit eerder geproefd. En een hele range aan smaken. Ruim 100 mensen kwamen op de lezingen en de hapjes af. De kerk wordt bijna te klein. We hadden nog geen uitbreidingsplannen. Ja, dat is niet ook een slechte zaak. Het is wel gevaarlijk natuurlijk. Het is een bende. Dat moeten ze opruimen. Het is een kleine moeite en het kost hooguit een kwartier van je tijd. Het opruimen van de poep van je eigen paard moet kunnen, vindt de Zeeuwse Ringrijdersvereniging. Alle 900 leden zijn daarom opgeroepen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Ze weten allemaal eigenlijk dat ze het moeten doen. Alleen het antwoord is eigenlijk van doen ze het nu ook en dat gaan we controleren. Want paardenpoep, dat blijft liggen, is een probleem zoals in de gemeente Veren. Zeker als het goed ruiterweer is, zijn er veel klachten over poep op fietspaden en strandovergangen. Soms ziet het er niet uit op de fietspaden, dus ik vind het niet meer dan normaal dat je het eventjes aan de kant schuift. Zeker onder de tunneltjes is het gewoon inderdaad, vind ik het een heel probleem, ja. Ringrijders zijn zeker niet de enige vervuilers, maar de vereniging gaat wel kijken hoe het probleem op te lossen is. De eerste ideeën zijn er al en klinken simpel. Als je met je paard van A naar B gaat en je gaat 's avonds terug van B naar A, pak je fiets en neem een schep mee en ruim het even op. En dat doet u ook altijd? Dat doen wij altijd, ja. Tenminste, we proberen het wel. Of we gaan terug met de auto of we doen het eventjes gelijk. Of je moet je paard leren om aan de kant te poepen, dat gaat ook. Over een maand hoopt de Ringrijdersvereniging een idee te hebben wat er aan rondslingerende paardenpoep kan worden gedaan. Internationaal straattheater vandaag in de dorpskern van Overzanden. Het festival is een traditie in het dorp iedere eerste zondag van juni. De straten van Overzanden vormden het decor voor theater uit alle hoeken van de wereld. Bijvoorbeeld deze jongleur uit Australië. I'm coming. Oh no, I'm just breathing heavily. Knife number one. To this hand, Enid. Big round of applause for Dave. Come on. Okay, Dave. Dit was inmiddels de 27e editie van het Straatfestival. Aan het eind van de week lopen de temperaturen waarschijnlijk fors op.
Voorlopig, de komende dagen, ligt het kwik nog rond gemiddelde waarde voor de tijd van het jaar. Daarbij is het rustig weer. Pas woensdag zien we van boven de oceaan een serieuze oceaanstoring passeren. Komende avond en nacht is het droog, de stapelwolken lossen op en de temperaturen dalen tot een graad of 9. Bij dit alles staat er maar weinig wind. Kortom, een rustige nacht. Ook morgen een kalme start, prachtige zonneschijn. In de late ochtend en in de middag ontstaan er boven land een aantal stapelwolken, maar het zijn niet zo heel erg veel. De zon blijft toch regelmatig schijnen. En bij weinig wind uit aanvankelijk variabele en later meer noordwestelijke richting wordt het 18 graden op het strand tot 21 graden rond Hulst. Een mooie dag dus. En ook dinsdag ziet er redelijk uit, al kan er lokaal misschien al een bui vallen. Woensdag meer buien, daarna herstel met na donderdag waarschijnlijk snel oplopende temperaturen. Tot zover het weer en het belangrijkste nieuws op deze zondag hier bij Omroep Zeeland. Voor meer nieuws natuurlijk kunt u kijken naar omroepzeeland.nl. Nog een mooie avond. Dag. Heeft u tips? Bel ons of mail.